Zandhazenwil, Rosmalen dus, kende dit jaar een gloednieuw onderdeel op dinsdagmiddag. Een plein vol mechanen. Meest in het oog sprong de kruiwagenrace. Een tweetal, de ene lopend, de andere zittend, moest zo snel mogelijk naar de finish komen. Halverwege moesten de twee van plek wisselen. Maar de race leverde hilarische taferelen op, vermoeide reacties en af en toe een blauwe plek. Uiteindelijk waren Johan en René van Team Plezier de snelste. Voor de kinderen tot en met 12 jaar was er een mini-kermis. Met kop van jut, draaimolen, zweepmolen, springkussen en schommelschip. De organisatie gaat eerst evalueren, maar er komt vast volgend jaar een tweede editie van. Een plein vol meegeheimen.